De volgende twee onderwerpen die ik nog even wil gaan belichten zijn transparantie en tolerantie. En ook hiervan ga ik voorbeelden gebruiken om je duidelijk te maken wat ik hiermee juist bedoel. Ik ga even een voorbeeldfoto openen. Ik kies daarvoor de foto van het strand. Hele mooie foto. Een blauw waterbeeld en een blauwe hemel. Nu in die blauwe hemel zie je misschien toch nog lichte wolken. Ik hoop dat het een beetje duidelijk wordt in het filmpje. Stel dat ik zeg, ik wil de blauwe wolken, of de witte wolken en de blauwe hemel, wil ik gaan verwijderen. Daarvoor kan je de toverstaf aan de linkerkant gebruiken. Als je de toverstaf gebruikt, kan je een kleur proberen op te nemen. Wat gaat hij doen? Hij gaat een kleur die jij selecteert, of de pixel die jij selecteert, daar rond zal hij een aantal andere pixels selecteren. Hoeveel daar rond hij zal selecteren, bepaal je aan de hand van de tolerantie. Hoe groter je tolerantie hier, hoe meer kleuren hij zal opnemen die iets verder buiten het bereik van je pixelkleur liggen. Dus ik ga dat even tonen. Stel dat ik dat heel laag zet, bijvoorbeeld op 10%, en ik klik hier in de hemel, in de blauwe hemel. Ik druk en je gaat zien, hij selecteert een groot gedeelte van die hemel, maar deze kleur ligt eigenlijk 11% buiten de kleur die jij gebruikte. Dus die selecteert hij niet. Alles onder de 10% selecteert hij wel. Hoe groter dat ik dat hier maak, hoe meer hij zal selecteren. Ik zal nogmaals klikken en nu selecteert hij eigenlijk te veel, want hij selecteert ook het groene gedeelte van de loofboom. Ik ga dat wat verkleinen, de tolerantie. Ik zal hem ongeveer op 40 zetten. Ik druk opnieuw en nu ga je duidelijk zien, hij selecteert eigenlijk mooi de blauwe hemel zonder de bomen mee te selecteren. Als ik nu druk op delete, dan krijg je het volgende effect. Hij heeft de kleur echt verwijderd en dat zie je aan het danbordpatroon. Dus de kleur is wel degelijk weg. Ik zou ook de kleurtjes tussen de bomen kunnen aanduiden met de toverstaf. Wanneer ik op de delete-toets druk, dan is de kleur wel degelijk verwijderd. Dan kan je ook heel eenvoudig via het vul-icoontje, stel dat je zegt ik wil heel overdreven een gele kleur geven. Je drukt op het transparante gedeelte en de transparantie zal opgevuld worden met de kleur die jij geselecteerd hebt. Ook hier bepaal je een tolerantie. Stel dat ik zeg, ik leg de tolerantie heel hoog en ik druk binnen het blauwe water. Dan ga je zien, dit is veel te hoog. Ik druk eventjes terug, doe de tolerantie veel te laag. Dan krijg je dit effect en selecteert hij niet alles. Het is een samenspel van procenten of het zoeken naar het juiste procent eer dat hij de volledige oppervlakte zal aanduiden. Nu ik ga even terug. We hebben de tolerantie besproken, maar daarjuist zag je ook de transparantie. Zo, hier zie je de transparantie. Nu, als je een foto met transparante achtergrond wil gaan opslaan, dan kan je dat niet als je hier kiest voor bestand opslaan en je kiest hier een JPEG bestand. Als ik zeg strand transparant, dan krijg je het volgende probleem. Hij gaat opnieuw vragen om dat te bewaren, maar je ziet het hier al in het voorbeeldvenster. Hij zal alles wat transparant gemaakt is vullen, standaard vullen met een witte kleur. Dus JPEG-foto's, JPEG-foto's, die kunnen geen transparante laag bevatten of niet transparant gemaakt worden. Wat kan je wel doen? Waar kies ik meestal voor? Bestand, opslaan als. En ik kies hier voor het PNG-formaat. Als ik hier PNG kies, ik laat eventjes de naam strand staan, ik druk opslaan, dan ga je zien, kijk in het voorbeeldvenster, is de transparantie altijd behouden. Waarom zou je bijvoorbeeld iets transparant maken? Dat kan ik misschien eventjes uitleggen aan de hand van het logo van onze school. Stel dat ik hier die foto eventjes sluit. Ik maak een nieuwe. Oké. Of ik kies die bijvoorbeeld van het strand. Die kennen we nu toch. Dus ik zal die van het strand even openen. Hier openen. En ik wil daar het logo van onze school plaatsen. Dat ga ik laten zien. Ik open ook het logo. Hier staat dat. Wat zie ik hier? Het logo staat er. Heeft helaas een witte achtergrond. En hier staat nog wat tekst. Stel dat ik die tekst er eventjes vanaf knip. Dat doe ik zo. Ik selecteer mijn logo. Druk op het bijsnijden icoon, doe datzelfde langs de onderkant. Zo, bijsnijden. Wat is nu mijn probleem als ik dat niet transparant maak? Je kan het misschien al verwachten. Ik selecteer mijn afbeelding. Ik druk Ctrl-C op mijn toetsenbord of hier van boven op kopiëren. Ik ga naar mijn strand toe. Druk op nieuwe laag. Dat weet je ondertussen uit de vorige video. Stel dat ik hier zeg plakken, dan krijg je dit effect. De witte achtergrond is meegeplakt. Nu, als ik dat eventjes verklein. Je weet dat ik dat doe met de shift-toets. Hou ik de shift-toets niet in, dan zal mijn verhouding niet behouden blijven. Druk ik de shift-toets in, dan blijft de verhouding wel behouden. Je ziet dat, groter, kleiner. Als ik het wat kleiner maak en ik sleep het bijvoorbeeld linksonder, dan krijg je er
zeker in het geval van logo's, een lelijke witte achtergrond bij. Stel dat ik die even weg doe, dus ik doe even ongedaan maken totdat mijn foto terug weg is, ik ga naar mijn origineel terug en ik ga hier het witte gedeelte van de achtergrond verwijderen. Je weet dat ik daar de toverstaf voor gebruik. Ik zal de tolerantie wat verhogen tot ongeveer 50%. Ik druk op het witte gedeelte, druk op de delete-toets. Ook hier binnen de letter G de witte vlakken duid ik aan. Druk op delete en je gaat het verschil onmiddellijk merken. Als ik nu dit selecteer, ik druk kopiëren, ik ga naar het strand. Ik zit in mijn nieuwe laag en ik druk plakken. Dan krijg je dit effect. Ik ga dat logo heel wat kleiner maken. Ik sleep dat naar de juiste locatie en je ziet onmiddellijk wat dat het gevolg is. Je logo is transparant, is volledig doorschijnend. Ik laat het hier los. Met het moment dat ik het loslaat, gaat die anti-aliasing toepassen. En je ziet dat het logo zo veel beter tot zijn recht komt dan wanneer het met een witte achtergrond was bewaard of toegepast. Je kan het uiteraard opslaan. Onthoud, je kan altijd, als je indien je met lagen wenst te werken, zoals hier, kan je paint.net gebruiken om het in op te slaan. Wil je die lagen nu al gaan samenvoegen? Dat kan ook. Dus deze laag en die laag gaan samenvoegen. Zo, neerwaarts samenvoegen. En alles zit nu in één laag vervat. Dan kan ik het ook eenvoudig gaan opslaan. Als bijvoorbeeld een PNG-bestand. Strand. En hij gaat dat zonder problemen kunnen opslaan. Zo, dit waren de concepten transparantie en tolerantie.